In het beenmerg worden stamcellen aangemaakt. Dit gebeurt met name in de holle botten van ons lichaam. Het borstbeen, onder in de rug en in de botten van de armen en benen. Stamcellen hebben twee belangrijke eigenschappen. Ze kunnen zichzelf vermeerderen en uitrijpen tot de diverse soorten cellen die in het bloed aanwezig zijn. Rode, verantwoordelijk voor het zuurstoftransport. Witte, nodig voor afweer tegen infecties. En bloedplaatjes, betrokken bij de bloedstolling. Door een groeifactor toe te dienen, ook wel GCSF genoemd, wordt het beenmerg geactiveerd om meer stamcellen te produceren. Als gevolg hiervan komen er ook meer stamcellen in de bloedbaan terecht. Na een aantal dagen hopen we dat er voldoende stamcellen in het bloed zijn en kunnen we deze met behulp van een apheresemachine uit de bloedbaan verwijderen.